Welkom bij een nieuwe Wie is Wie van een Veilig Gevoel, waarin we de mensen van een Veilig Gevoel aan je voorstellen. Dit is Christina. En Christina werkt nog niet zo heel lang bij een Veilig Gevoel. En wat doe jij bij een Veilig Gevoel, Christina? Hoi. Ik werk al een aantal jaar voor Rick. Rick is een van de oprichters van een Veilig Gevoel. En eigenlijk werk ik sinds kort als marketingmedewerker binnen het bedrijf. En ben ik verantwoordelijk voor een stukje marketing van een Veilig Gevoel. Wat ik heel leuk vind om te doen. En als je niet bij een Veilig Gevoel werkt, wat doe je dan heel graag, Christine? Nou, wat ik normaal gesproken heel leuk vind, is lekker uit eten te gaan. En lekker borrelen met vrienden. In de stad blijven hangen, een dansje doen. Sporten, eigenlijk alles wat nu met corona niet kan. Ik ben eigenlijk een beetje op het koken geslagen. Ik kook nu wat uitgebreider in het weekend. Sloof je toch even wat meer uit, omdat je dan niet de horeca kan opzoeken. Dus ik denk dat ik dat wel een beetje doe in het weekend. Christina, wanneer heb jij een veilig gevoel? Wat is voor jou veiligheid? En wanneer heb jij dat ultieme veilige gevoel? Ik denk dat ik een veilig gevoel heb als ik thuis ben met mijn partner of alleen. Maar dat ik eigenlijk niet hoef na te denken over veiligheid. Of dat ik me veilig voel. Ja, dat klinkt misschien heel gek. Maar gewoon er niet over hoeven na te denken eigenlijk. Ja, we zitten in een hele rare tijd. Dat corona houdt ons allemaal in de greep. Hoe raakt corona jou persoonlijk? Nou ja, naast dat je natuurlijk de horeca niet kon opzoeken en dat je vrijheid een beetje beperkt is, raakt het mij persoonlijk niet heel erg. Wat ik wel heel erg vind is om in mijn omgeving, vrienden die in de zorg werken, die het echt wel heel zwaar hebben. En dan heb ik het nog niet over mensen in mijn omgeving die corona hebben gehad. Dat vind ik dan toch wel erger dan de beperking die je zelf hebt door corona. Oké, corona beperkt ons allemaal, zoals je net ook al zei. Ja. Maar ja, we kunnen ook niet op vakantie. Maar stel nou dat je wel op vakantie zou kunnen. Waar zou je het liefst naartoe gaan? Mijn favoriete eiland is toch wel echt Ibiza. Dat is voor mij echt een vakantiebestemming waar ik jaarlijks naartoe kan en waar ik niet uitgekeken op raak. Maar daar ben je dus wel eens geweest? Ja, daar ben ik heel vaak geweest. Ja, ik ben daar wel. En waar ben je nog nooit geweest, waar je wel eens een keer naartoe zou willen? Bali. Ja, dat was eigenlijk, stond op de planning voor dit jaar. Maar helaas kon dat niet doorgaan door corona. Dus dat hebben we een jaartje opgeschoven. Dus hopelijk kan ik dat volgend jaar bezoeken. Dus wat in het vat zit, verzuurt niet. Zeker niet, nee. We hebben veel serieuze dingen besproken, maar vertel ook eens iets. Weet je, kan je iets geks vertellen over een veilig gevoel? Leuke anekdote. Ja, dat is wel grappig, want ik woon nog niet zo heel lang in het huis waar ik nu woon. En het eerste wat ik zag toen ik die woning kwam bekijken, was een veilig gevoel auto naast mij, tegenover mij. En toen dacht ik van, hey, die moet ik kennen of dat is een bekende. Nee. Jouw buurman ben ik bij een veilig gevoel. Ja, dus mijn buurman is ook mijn collega. Ook grappig. Dus jij voelt je heel veilig in de buurt? Ik voel me heel veilig als ik thuis ben, ja. Dat is echt een veilig gevoel. Zeker. Zullen we dat stukje nog even opnieuw doen? Nee. Welk stukje? Dat stukje. Nee. Nee, maar dat... Nee. Oké. Ben je tevreden? Ja.